De luchthaven moet het overvolle Schiphol gaan ontlasten en zou 4 jaar geleden al in gebruik worden genomen. Maar de opening werd keer op keer uitgesteld. De minister is er nu echt heel veel aan gelegen het vliegveld op 1 april volgend jaar echt open te krijgen. Zolang het nog enigszins kan, proberen we alles uit de kast te halen om het te redden. Maar ja, het is niet eenvoudig, want er is inderdaad weer een nieuwe hobbel bijgekomen. Voor de linkse oppositie in de Tweede Kamer is deze uitspraak over de stikstof een cadeautje in de strijd om opening van Lelystad Airport tegen te houden. Wat ons betreft gaat Lelystad Airport er niet komen. Ik denk dat de minister nu een flinke dosis huiswerk heeft. En ze zegt dat ze nog pogingen probeert te wagen om het snel open te krijgen. Maar ik denk dat dat eigenlijk een onbegonnen zaak is. Maar waar de tegenstanders hopen op nieuw uitstel van Lelystad Airport, daar wil de minister niet buigen. Nog niet. Als ik het niet haal, dan kom ik erop terug. Maar die conclusie trek ik nu nog niet. Wat ons betreft is het waanzin om in deze tijd van klimaaturgentie een nieuw vliegveld voor 45.000 extra vakantievluchten te openen. Het staat zo haaks op al het klimaatbeleid dat ik denk dat we echt een stap terug moeten doen en heel verstandig naar dat vliegveld moeten kijken en uiteindelijk het besluit gaan nemen dat het helemaal niet doorgaat.